verschillende wijkhoofden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn er niet over te spreken hoe de bond is omgegaan met de zaak van mevrouw Soeklaal. De bond zou daar onaangekondigd zijn gekomen en de bondsvoorzitter en samen met verhitte personeelsleden zouden heel wat uitlatingen hebben gedaan in de richting van mevrouw Soeklaal. De wijkhoofden die geven in een interview met TBN Prime Alert dit niet te pikken omdat zij ook zelf lid zijn van de bond. Moet de bond dan niet ook voor ons opkomen? Als de bond zich zo tegenover ons opstelt, ben ik bang wat er allemaal verder kan gebeuren. Wij voeren nu naar het verslag waar wij spraken met verschillende wijkhoofden van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die met heel veel afkeuring praten over de manier hoe de bond de zaak van mevrouw Soeklaal heeft behandeld. Ze hebben geen hoor en wederhoor toegepast, terwijl dat in de PW staat. Ze hebben... Wat is PW? Want dat willen de kijkers... Personeelswet. Ja. Okay. Ze hebben eruit gejouwd, ze hebben er beledigd. De privézaken hebben ze naar buiten gebracht. De gezondheid, de privé... Is privé, hè? Huh? Hoe zou men vinden hoe zou mevrouw Vinci vinden? Wat zou ze ervan vinden als ze haar hadden uitgejouwd als hoe ze mevrouw Soeklaal hebben behandeld? En het reden dat we hier zijn is omdat we een app hebben gehad dat dit gesloten moet blijven. Want ze eisen, dus de bond eist dat mevrouw Soeklaal aftreedt. En wij zijn daar tegen. Wij vinden het een kwalijke zaak dat de bond niet geluisterd heeft aan het zijde van mevrouw Soeklaal. Dus alleen met een groep mensen gekomen en dan aan hun zijde naar hun geluisterd en gekomen om alles te sluiten. Niet geluisterd, wij zijn ook allemaal van de bond. En wij, dit is iets dat we hebben tegen de bond. Want de bond heeft niet goed gehandeld namens ons. Dus daarom zijn we vandaag hier en we hebben u geroepen om dan dit naar voren te brengen. Hoe de bond gehandeld heeft in feite. En de bond die heeft... Die zegt van mevrouw Soeklaal, de gezondheid of de medische achtergrond, wat privé is, zetten ze er buiten. Maar er was ook een case van een wijkhoofd die geplaatst was, die een ex-gedetineerde is. En ze hebben niets ertegen gedaan. Er was nooit sprake van die gedetineerde. Huh? En dan nog dat ze, je bent al een gedetineerde en dan wanneer je op de plek gaat zitten, dan ga je mensen pinaren. Weet je hoeveel mensen hun stukken zijn ingetrokken? Hoeveel cliënten hun stukken zijn ingetrokken? Gewoon omdat die vrouw die mensen wil pesten. Huh? Ze is nog steeds in functie. Ze is nog steeds in functie, maar ze is niet meer op de plek. Die functie heeft ze nog. En de bond heeft er nooit werk hiervan. Nooit werk. Nooit. En dan had ze een functie als leidinggevend. Hoe als persoon ga je onder haar kunnen werken of functioneren? Ja. Ja, is de bond nooit gekomen om te kijken naar die soort zaken? Wat heeft de bond dan gedaan? En dit zaak van mevrouw Soeklaal is niet erg zelfs. Wij werken met mevrouw Soeklaal, althans ik. En ik heb meegemaakt. De mensen, diezelfde mensen die hebben gegeten, gedronken met mevrouw Soeklaal, hebben die dag haar uitgejouwd en leugens verteld dat ze hier gedupeerd worden. Dan als je gedupeerd wordt, kom je niet eten met zo'n persoon. Blijf je dan liever thuis, meld je ziek of wat dan ook. Je komt niet werken met zo'n persoon, maar je komt eten en drinken alles en dan doe je dit met zo'n persoon. Is wel vreselijk. Dat vind ik althans hoor. Ja. En mevrouw Vinster moet ook weten... Mevrouw Vinster moet ook weten dat ze leden achter haar krijgt die ook hun werkplaats verlaten en gewoon een radioprogramma verzorgen. En dat mag wel, toch? Ik bedoel van, ga je iets onderzoeken? Recht voor één, recht voor allen, toch? Je kan niet maar voor een persoonlijke ding gaan dat je op mevrouw Mohabir Soeklaal gaat uitjouwen, terwijl er nog andere mensen zijn om je heen die ook in de fouten gaan. Dan ga dat ook onderzoeken. Want als je je werk moet voeren, kan je je cliënten niet laten wachten, terwijl je ook radioprogramma's gaat verzorgen. Dan vind ik dat ook niet goed. Ja. Maar hoe zit het met de personeelsleden?
die hier te werk zijn gesteld? Zijn ze nu aan het werk? Nee, zou we eigenlijk... Nee, alleen mevrouw Samouni is aan het werk. Omdat zij ook vindt dat het niet kan. Nou, en één belangrijk ding. Mevrouw Fancy, die moet weten, toch, wat mag en wat niet mag. Hoe kan je komen als lid van de bond, de sleutels afpakken van die deur en die kantoor op slot doen? Die mevrouw heeft werk te doen, had werk te doen. Ja, die mevrouw had werk te doen. Ja, toch? Kijk, ik ben werkzaam hier sinds ik ben gekomen. In juni ben ik begonnen hier. Ik heb alles gezien wat gebeurt. Er zijn medewerkers hier, laat me zeggen, ambtenaren hier, die nu in beraad zijn. Hun doen hun werk wel op hun manier. We moeten van elkaar leren. Er zijn ambtenaren die hun werk niet op een goede manier willen ook doen. Je bent een schoolmeester. Hoe groot is dit gebouw? Je moet je werk van 7 tot 3 doen. We geven onze schoolmeester de tijd. Kom met je tijd. Kom eerder. Je gaat 11 uur naar huis. Maar toch, ze komt om 7:30, 7:45. Ze doet haar werk, maar ze wil niet op alle plekken schoonmaken. Ze wil bepalen wat zij die dag gaat doen. We hebben gevraagd, bezemen en dweilen is elke dag werk. Je weet, er komen zoveel mensen op een kantoor. Ze komen met negativiteit, bepalen lopen met hun hibbies. Dweilen het voor ons. We moeten elke dag, 's morgens, elke dag net op een nette kantoor zitten. Bureaus moeten wij zelf schoonmaken. Niks wordt door de schoolmeester gedaan. En dan nog komen ze grote praatjes geven. Ja, je geeft maar daar om te wassen, daar om te schuren. Wie geeft haar om te schuren? Niemand. Als je de wanden ziet. De wanden zijn zo erg vies. En dan, als ze klaar is, een half uurtje maar werkt ze. Dan zit ze daar te borduren op haar plaats. Is dat een werk? Nee, hè? Ambtenaren, als je ziek wil melden, meld u telefonisch, appen, je komt op het werk. Maar als er ambtenaren zijn, we hebben al niet genoeg ambtenaren. We hebben maar 4. Er zijn zoveel knelpunten. We hebben maar 4 hier. En als je ziek meldt, die ene geval was, wat ze vorige week hebben aangehaald. Ze zijn ziek, maar toch laat mevrouw Soeklaal hun werken. Dat is allemaal leugen verteld. Je bent ziek. Als één ziek meldt, meldt allemaal ziek. Wie gaat dat werk dan hier doen? Ik ben al hier nieuw. Ik ken dat werk niet. Jullie komen. Eentje is gekomen. Mevrouw Soekla heeft netjes gevraagd. Wilt u dit afmaken? Want dit moet naar hoofdkantoor gaan. En ze zit hier, ze werkt. Maar daar voelt ze zich ziek. Ze heeft dat gemeld. Mevrouw Soekla heeft netjes aan die andere gevraagd. Wilt u haar thuis brengen, dan mag jij. Maar die ene twijfelde aan wie mevrouw Soeklaal had gevraagd. Die andere twijfelde. Toen mevrouw Soeklaal zei, dan mag je ook thuis blijven. Was ze direct eens. Is die vrouw dan slecht? Ik denk van niet. Die vrouw heeft... Ze weet alle kleinpunten wie ziek is, wie niet. Voor wie... En 7:30 is werkuur. Maar wie werkt tot 3 uur? Ze hebben toch aangegeven, ze werken tot 3 uur hier in de zon. Ze vallen flauw hier van de ziekte. Alleen maar leugens. Maar wat is de sfeer die er hier heerst? De sfeer was heel goed. We hebben vorige week nog laatst gegeten, samen eten, drinken, alles. Ieder vertelt hun tori. Maar nu wordt plotseling de bond. Dus de bond was eigenlijk voor de bevorderingen, voor de... Hoe noem je dat ding? Gratificatie. Daarvoor was de bond eigenlijk. De bond is sinds vorig jaar bezig met dat. En dan plotseling, deze mensen, je hebt nog andere wijken die met hun knelpunten zijn gekomen. Er zijn ambtenaren die op werk verschijnen als ze naar sociale... Hoe noem je het? Sociaal werkers. Je hebt bepaalde ambtenaren van bepaalde wijkkantoren, sociale werkers. Ze gaan op huisonderzoek, ze blijven weg. Ze nemen dossiers naar hun huis. Als wijkhoofd aan de DIA-hoofd rapporteert, wordt de DIA-hoofd niet beklad, dat de DIA-hoofd neemt acties. Dus deze dingen hebben de ambtenaren alles
alle kleine leugens en grote leugens hebben ze alles bij de bond verteld. Maar nooit de hoor en wie de hoor heeft mevrouw Vinci gedaan. Mevrouw Vinci heeft mij ook geholpen toen ik op een andere week ging werken. Ja, ze heeft geholpen, ik mag niet liggen. Maar dat was een hoor en een wederhoor. Hoor, wederhoor van wijkhoofd en mij. Maar hier heeft ze nooit een hoor en wederhoor gedaan. Ze heeft altijd doorgegeven. Ze heeft met de directie gesproken. Maar zit de directie hier? Weet de directie wat hier gebeurt? Nee, de diahoofd zit hier. De diahoofd werkt met al de wijkhoofden. Dus mevrouw Feestie moest eigenlijk alles opnemen met de diahoofd. Maar dat heeft ze nooit en nimmer gedaan. Een van de punten dat ze ook aangeven is dat mevrouw Soeklaal mensen muteert mondeling. Of zonder schrijven. Dat is zo. Toch? Dat moest eigenlijk niet op die wijze gebeuren. Toch? Maar ik zit op een week met één sociaal werker. Met één sociaal werker die bijna niet komt, die radioprogramma's gaat verzorgen of die stukken meeneemt naar huis, die weg is gebleven langer dan een maand of zo, is hij weggebleven. Hoe doe ik zonder te melden, hoe doe ik dan met stukken van cliënten? Cliënten die werken, die leven van van die steun. Van dat geld. Hoe doe ik dat met die mensen? Ik ben weliswaar nu op een wijkkantoor. Maar als ik zie van dat het werk achter blijft, ga ik vragen. En dat heeft mevrouw Soeklaal heeft dan dus actie genomen. Gelijk actie genomen. Ze heeft mensen uitgeleend van andere wijken die onder haar vallen. Die onder haar vallen. En gevraagd om te helpen. Op schrijven is ze dat gericht. Ze heeft geen mondelinge zaak gedaan. Ze heeft alles geschreven. Ze heeft brieven gericht naar hoofdkantoor. Ze heeft brieven gericht voor de ambtenaren. Wie ze heeft geleend. Dus niemand kan zeggen, geen enkel ambtenaar kan zeggen dat mevrouw Soeklaal iets mondeling heeft gedaan. Dus alles is naar hoofdkantoor bij mevrouw Jovi gestuurd. Alle brieven. We zitten hier. We hebben alles zelf bestempeld, gefout, alles gestuurd. Alles zelf. We hebben geen bode hier. Dus wij moeten ons werk zelf doen. Maar Wat ik mij nu afvraag. Ja. Mevrouw Soeklaal is lid van de bond. Wie staat dan achter haar? En wij zijn ook lid van de bond. Zonder dat zij enige kwaad heeft gedaan, wordt ze op zo'n manier beklad. Dan moet ik ook bang zijn, toch? Dat morgen ik ook aan de beurt kan komen. Want het ging in eerste instantie erom dat mensen voor hun benoemingen gingen, toch? En bevorderingen en dat soort zaken. Wijkkantoren moeten in orde gemaakt worden. Maar ik heb die dag, een dag ervoor was ik hier. Niet, een donderdag was ik hier. Ze zaten hier woensdag. Ze zaten hier te eten, drinken. Ik zat er ook bij, want ik moest stukken indienen bij mevrouw Soeklaal. En toen ik zat in de bus, ik ging naar mijn telefoon, ik zag dat ding. Dus ik was zoekers, ik dacht van, maar hoe dan? We zijn tegen dat mevrouw Soeklaal aftreedt. We werken samen met mevrouw Soeklaal en we staan achter haar, dat ze niet weggaat. Wij gaan ons werk gewoon door blijven doen. Ja. De mensen die willen staken, wij blijven werken. En mensen helpen. Als mevrouw Feestie het zo goed vind ik van, dan moet je met die ambtenaren praten. Want nu worden cliënten er dupe ervan. Ja. Want je sleept iedereen mee met je en ze werken niet. En wat gebeurt er met die cliënten? Want je hebt mensen die leven om het geld. Wat gaan die mensen eten? Als je al hun stukken nu achterhoudt. De DA moet tekenen en jij als werker die het aanvraag moet doen. Een rapport moet maken. Kom niet op het werk. Dus ik vind het van, mevrouw Vinci had het eigenlijk via ander glas moeten kijken van, hoe kom ik met een oplossing? Toch? Laat de mensen normaal ambtenaren blijven op het werk en dan zoek ik een oplossing. Toch? Een verhaal heeft altijd twee kanten, hoor en wederhoor. Ik vind van, op een gegeven moment kan ik je gewoon zeggen van, het is gewoon een persoonlijke ding naar mevrouw Soeklaal toe. Ja. Het is gewoon een ambtenaar die een persoonlijk ding met mevrouw Soeklaal heeft en mevrouw Vinci de bond gebruikt om haar aan te vechten. Dat is het. Terwijl we van de bond zijn. Toch? Elke maand trekken ze geld af.
Wat ze met het geld doen, weet ik niet. Want als je vraagt naar een jaarverslag, heeft ze geen antwoord daarop. Terwijl ik recht daarop heb. Want je trekt mijn geld gewoon maandelijks af. Maar ja, er is geen gehoor. Kom en praat netjes, handel de zaken, dan kunnen we verder gaan. Als die mevrouw zich niet hoort aan die regels, aan zijn woorden, als wat jullie onderling hebben gesproken, dan moet je verder gaan. Maar niet, we gaan over klok. Tot in de privé gegaan, tot welke dokter ze gaat. SPCS voor gekken alleen.